Woningcorporatie Woonwijze gaat komende tijd inzetten op betaalbaarheid van hun huren, zo bleek tijdens een debat over de koers van woningcorporaties in turbulente tijden. Steeds meer mensen komen namelijk in de problemen met het betalen van de huur en daar moeten we wat mee, aldus directeur-bestuurder Gerard Veldhuizen. Tegelijk viel vanuit de Rabobank te beluisteren dat banken door alle onduidelijkheden van dit moment niet of nauwelijks willen investeren in woningbouw met huren tussen 700 en 1000 euro. Gevolg? Gebrek aan doorstroming, waardoor goedkopere huurwoningen onvoldoende beschikbaar komen. Kasteel Maurik in Vught wordt weer bewoond. Eigenaar Monumentenfonds Brabant heeft het ruim 700 jaar oude kasteel tijdelijk in beheer gegeven aan een leegstandsbeheerder. Totdat er een nieuwe bestemming is gevonden voor het kasteel, wordt er dus weer gewoond en gewerkt voorlopig. Er zitten 3 bewoners in het kasteel. Kunstenaar-fotograaf Frank van Driel en Miranda Verberne van Eten van een Lekkere Tafel. Die was al gevestigd op Fort Isabella. De ministers Opstelten en Hennis openden donderdag het Nationaal Trainingscentrum met NTC op de Van Brederode kazerne in Vught. In zijn opzet en mogelijkheden is het NTC uniek in Europa. In verschillende gebouwen en locaties, waaronder een realistisch nagebouwd metrostation, is het mogelijk om brandweer, politie, ambulance, krijgsmacht en overige hulpverlenende instanties te laten trainen en voor te bereiden op incidenten met chemische, biologische, radiologische en of nucleaire stoffen. Uniek in Europa en gevestigd in Vught, het NTC. Ex-medewerker Martin van Run heeft de groentewinkel Vitaminerijk van Enzo Cazzaro overgenomen, althans de vestiging aan het Molen-Eindplein. En van Run maakt daarmee zijn dromen, eigen zaak, waar. Deze week opende de winkel weer. Voormalig eigenaar Enzo Cazzaro meldde vorige maand op opmerkelijke wijze dat een faillissement onvermijdelijk was. In een briefje op de winkeldeur maakte hij delicate details over zijn gestrande huwelijk publiekelijk en de gevolgen daarvan voor Vitaminerijk. De brief deed in het dorp nogal wat stof opwaaien en dat leidde ook weer tot de nodige publiciteit via LTV. Zwemclub De Dommelbaarzen stapt samen met de basketbalclub Octopus en badmintonclub Vught definitief naar de rechter om de huurverhoging die Ouwerkerk heeft opgelegd ongedaan te maken. De voorzitters snappen niet waar Laco mee bezig is. Waarom ons niet betrekken bij de moeilijkheden waar Laco kennelijk tegenaan loopt in plaats van ons te gebruiken als pressiemiddel richting de gemeente? Zo vraagt men zich hardop af. Voor de zwemclub heeft Laco de eisen inmiddels zelfs nog verder aangescherpt. Zo mag de Vughtse zwemvereniging in het bad geen commerciële activiteiten meer ontplooien, zoals zwemles voor diploma C of bijvoorbeeld Aquafit. De gemeente Vught ondersteunt de clubs waar mogelijk in hun juridische stappen. Op verzoek van ondernemersvereniging Molen-Eind zijn een aantal mankementen aan het Molen-Eindplein verholpen. De zogeheten varkensruggen, de witte blokken bij de parkeervakken worden beter zichtbaar gemaakt, losse stoeptegels rechtgelegd, beugels aangebracht voor fietsen en bankjes verplaatst. Begin volgend jaar wordt het Molen-Eindplein van de MT tot aan de Slager voorzien van een nieuwe luifel voor een meer eigentijdse uitstraling. De ondernemers willen van het Molen-Eindplein een prettige plek maken om te verblijven. Door de infrastructuur te verbeteren, meer groen, voldoende parkeergelegenheid en activiteiten te organiseren. Om het winkelcentrum levensvatbaar te houden is een nieuwe impuls hard nodig. Het Molen-Eindplein staat inmiddels ook op de politieke agenda. En als basisschool De Wieken zal zijn vertrokken naar de locatie Eltenburg, komt er ruimte voor seniorenwoningen, maar kan het plein en ook de parkeerruimte en de omgeving heringericht worden. Suzanne Otters, fractievoorzitter van de VVD in Vught, staat op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten en wel op de 10e plaats. De lijst werd onlangs vastgesteld. De verkiesbare plaats voor Suzanne Otters, want de VVD telt nu tenslotte 12 zetels in de Provinciale Staten, is opvallend te noemen. De Vughtse is sinds 2006 raadslid en momenteel, sinds maart pas, ook fractievoorzitter in Vught. Ze heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van de Brabantse Liberalen. Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats en zal blijken of Suzanne Otters een stapje hoger opgaat. De werkzaamheden aan het brede deel van het marktveld in Vught zijn zo goed als klaar. Wethouder Peter Pennings plantte ter afronding deze dagen een zogeheten Tilia platyphyllos. Deze dagen werden ook nog wat stenen in het middengedeelte gelegd en bankjes en prullenbakken geplaatst. De plekken van de bankjes en prullenbakken zijn in overleg met de bewoners en de horeca bepaald. Vanaf nu is het brede deel van het marktveld weer open. Het smalle deel is dan ook weer gewoon inrichtingsweg.
Dat de N65 in Vught niet wordt verdiept, had Twan van de Ven van de Partij van de Arbeid GroenLinks al teleurgesteld wereldkundig gemaakt. Maar Marijke Derksson heeft namens het ministerie deze dagen tijdens een infoavond dat alles nog eens bevestigd. Binnen het budget van 90 miljoen euro kan men niet verder verdiepen dan tot de Zonneweilaan en dat lost de problemen in Vught niet op. Simpelweg te duur dus. De variant met enkel verdiepte, ongelijkvloerse kruisingen lijkt nu het meest kansrijk. De kruising Martinilaan is in de toekomst niet meer voor autoverkeer beschikbaar, maar dan nog uitsluitend voor langzaam verkeer, zoals de vele scholieren. De gemeente Vught en de Bosgroep Zuid-Nederland zijn begonnen met de aanplant van nieuwe bomen en struiken in de bossen van het Kraaiengat, IJzerenman en in het Stadhouderspark. De actie volgt op de zogenaamde dunning in de afgelopen winter. Het doel is een zeer afwisselend bos te creëren met een grote variatie aan plant- en diersoorten die in de loop van de tijd door menselijk gebruik verdwenen zijn. Het planten van nieuwe bomen en struiksoorten neemt ongeveer een maand in beslag. Speciale aandacht is er voor de bosranden langs het spoor en de postweg. Vanwege de veiligheid maken hier relatief meer bomen plaats voor struiken. Afgelopen winter is er al flink gesnoeid en gekapt om meer licht, lucht en ruimte in de bossen te krijgen. De groeimogelijkheden voor nieuwe bomen en struiken zullen hierdoor sterk verbeteren en er ontstaat ook meer ruimte zo voor die nieuwe aanplant. Op tweede kerstdag vindt alweer de 43e kangoeroeloop plaats. Vanaf nu kunnen als startbewijzen in de voorverkoop worden gekocht bij onder andere de Lopers Company in Den Bosch en bij Marines aan het Marktveld in Vught. Ook kunnen startbewijzen worden gekocht bij het clubhuis van Prins Hendrik in het Stadhouderspark in Vught-Noord. Een startbewijs is dit jaar in de voorverkoop goedkoper. Deelnemen kost voor kinderen tot en met 12 jaar 5 euro. Ben je ouder dan 12 jaar betaal je 6 euro in de voorverkoop. Online inschrijven kan ook en dan wel via www.inschrijven.nl. Trainercoach Toon Siepman neemt na dit seizoen afscheid bij de hockeyster van Mop. Hij vindt het na 5 jaar mooi geweest. Siepman promoveerde in zijn eerste seizoen naar de hoofdklasse en Mop bezet daarin momenteel de 7e plaats. Het team is toe aan een nieuwe en jonge coach. Bovendien ben ik 62 als mijn contract afloopt en wil ik tijd hebben om op een rijtje te zetten wat ik verder nog leuk vind en wat mijn ambities nog zijn, liet de trainercoach en strafbalgoeroe inmiddels weten. Mop wil niettemin Toon Siepman in een andere rol trachten te behouden voor de club. Carnaval en FC Den Bosch, gaat dat een beetje samen? Vieren jullie samen carnaval ook? Ja, doen we. Een hoop bier erbij en gaan. En toen ze zeiden van ja, we gaan dat liedje opnemen. En toen zeiden jullie als groep, nou, gaan we doen? Nee, daar hadden we weinig tegen in te brengen. Daar hebben we hem besloten en wij komen wel op draven. De drinker bouwen, taaien, laat je trainen. Tot je groen en geel voor je ogen zien. Jullie als echte Waalwijkers met de selectie van FC Den Bosch, dat kan toch eigenlijk niet? Ja, dat moet kunnen. Alles moet kunnen tegenwoordig. En in mijn paspoort staat ook Den Bosch en wij werken in Den Bosch, dus dat kan. En de emotie moet je af en toe aan de kant gooien natuurlijk. Hè? Dus ik heb er al een paar tegen de schenen getrapt. Die voorlopig tegen de wedstrijd tegen RC waarschijnlijk niet mee gaan doen. De zak is lekker door. De zak is lekker door. De trainer heeft het hoogste woord zo met zingen, heb ik het idee. Ik doe mijn best. Ik probeer zo hard mogelijk te zingen. En zuiver ook natuurlijk. Hè? Ja, kun je ook een beetje zingen? Ja, absoluut. Heb je toch gehoord net? Je hoort mij toch bovenuit. Zo zuiver als een nachtegaal. Af en toe. Er blijkt nauwelijks belangstelling voor de 32 grotendeels sociale koopappartementen in nieuwbouwcomplex De Cologny in Vught-Noord, het Stadhouderspark. Ontwikkelaar Bouwfonds wil de koopappartementen nu omzetten naar middeldure huurappartementen, met een huur van zo'n 825 euro per maand. Burgemeester en wethouders in Vught kunnen zich wel vinden in het verzoek, maar SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks en CDA plaatsten tijdens de raadscommissie hun vraagtekens bij de koerswijziging van Bouwfonds. Er is volgens Bouwfonds echter redelijk behoefte juist aan middeldure huurwoningen, een segment waarin Vught nu nog nauwelijks voorziet. De gemeente Vught hoopt medio 2018 het hele Stadhouderspark afgebouwd te zien. In schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders in Vught stelt gemeentebelangen dat in de motie van D66 tijdens de laatste raadsvergadering de indruk wordt gewekt dat hun wethouder Peter Pennings verantwoordelijk is voor het beleid in zaken Fort Isabella. Gemeentebelangen wil nu weten hoe het besluit tot stand is gekomen om de ontwikkeling van het fort over te dragen van het burgerinitiatief naar de Isabella-groep. Iets wat bij D66 veel kwaad bloed heeft gezet.
Die Isabella Groep wil de locatie omvormen tot een eigentijdse zorgorganisatie. Directeur-bestuurder Laurens Felix van MIK Kunsteducatie met een vestiging in de Speeldoos in Vught heeft laten weten dat de organisatie in ernstige financiële problemen verkeert. Voor 2014 is er nu al een tekort van 7 ton. Daarmee is de reservepot van MIK leeg. In 2013 was al duidelijk dat een tekort dreigde. MIK heeft daarvoor wel maatregelen genomen, maar die blijken nu niet voldoende te zijn geweest. De gemeente Vught laat weten met verbazing kennis te hebben genomen van de problemen en wacht nu de voorstellen af die MIK zegt te gaan doen begin 2015. De Stichting IJsbaan Vught organiseert binnenkort voor de 6e keer een ijsfestijn in Vught Centrum. Jules van der Steen laat weten dat de begroting helemaal rond is. Vorig jaar heeft de Stichting IJsbaan Vught de ijsbaan zelf aangeschaft, waardoor er sindsdien iets minder risico genomen wordt. Met zo'n 100.000 euro aan kosten een prettige gedachte. Het meeste geld wordt bij elkaar gebracht door flink wat sponsoring. De horeca wordt door een lokale ondernemer gepakt, hetgeen ook een aardig centje oplevert. De gemeente levert via de afdeling borg, hand- en spandiensten bij het opbouwen en afbreken van de ijsbaan. Naast deze inzet in natura ontvangt de ijsbaan ook nog een subsidie. In ruil mogen dan wel alle klassen van de basisscholen gratis een ochtend of middag komen schaatsen. Maar met een entree van slechts 3 euro is de ijsbaan Vught ook best nog wel betaalbaar.